In de serie vraaggesprekken van RPL Actueel met personen uit Woerden en omgeving die hoog op een kandidatenlijst van een partij staan, praat Wim Minnaert met Femke Merel van Cote-Arissen van de partij Splinter. U bent lid sinds 2017 van de Tweede Kamer. Eerst voor de Partij van de Dieren en in 2019 bent u zelfstandig zeg maar verder gegaan. Ja. En na een korte samenwerking met meneer Krol bent u nu weer zelfstandig en heeft u in december 2020 partij Splinter opgericht. Ja, klopt. Waarom een partij Splinter noemen? Nou, het is in de eerste instantie natuurlijk het omarmen van je geuzennaam. Het was eerst een werknaam. En ik dacht, het is wel leuk om te zeggen versplintering van het politieke landschap, wat een ramp. Maar eigenlijk is dat een zegen voor de democratie. Als je veel kleine partijen hebt, dan is het ook zo dat mensen zich meer vertegenwoordigd voelen. En een partij kunnen kiezen die echt bij hen past. Maar dat, als ik u mag onderbreken, maar dat wordt toch uiteindelijk om een regering te vormen volgens ons democratische systeem, wordt dat toch een hele lastige situatie. Ja. Zoveel meningen, zoveel partijen. Het is zo dat er zitten natuurlijk al heel veel partijen in de Tweede Kamer. En daarin is Nederland ook uniek. En dat is ook het mooie van Nederland. En eigenlijk is het goed voor de democratie en ook voor de besluitvorming in een land als je bijvoorbeeld een minderheidscoalitie zou kunnen vormen met een regeerakkoord op hoofdlijnen. Dus die regering die moet eigenlijk een afspiegeling zijn van de Tweede Kamer. Ja. Wat weer een afspiegeling moet zijn, volgens u zeggen, van de samenleving zoals we die op dit moment kennen. U gaat werken met een digitale fractiekamer. Ja. Wat houdt dat in? Die is op dit moment al online. Dat is fractiekamer.nl. En dat wil zeggen dat wij echt heel actief mensen op een laagdrempelige manier laten meepraten en meebeslissen over Splinter. Dus ook het concept verkiezingsprogramma. En dat hebben we gedaan omdat ik vond dat als je lid bent van een politieke partij, dan krijg je ongeveer 2 keer per jaar een uitnodiging voor een congres. Voor een stevig contact met uw kiezer continu. Ja. Maar we weten allemaal dat gebruik van de sociale media en ook van internet, dat eigenlijk ook een hele partij bagger met zich meebrengt. Hoe denkt u daar vanaf te blijven? Het is niet anoniem. Dat wil zeggen, mensen moeten even een heel klein bedrag, dus 1,30 euro overmaken om te kunnen... U wil een drempeltje? Nou, meer dat wij kunnen zien wie is. Dus je kunt je niet 30 keer aanmelden met 30 synoniemen bijvoorbeeld of nicknames. Je kunt echt, dus de moderator ziet van oké, die persoon is echt. Maar op de website is iedereen anoniem. Dus je ziet op de website, ik ook als volksvertegenwoordiger, als mensen reageren op dingen, bijvoorbeeld op het concept verkiezingsprogramma, zie ik alleen maar nummertjes. Uw partij zegt ook, we zijn een groene partij. Ja. En een positief punt is daarin dat u zegt, nou, de Hollandse tomaten en paprika's, daar moet de BTW vanaf. Ja. Maar die producten, die worden niet vanzelf rood, niet door de lucht. Nee. Daar moet gestookt voor worden, op aardgas. Onze Meining Prins, dat is lijfduur nummer 12. En die zit echt in die tuin- en glasbouw. En die heeft eigenlijk met haar duurzame klimaatsystemen in het Westland, wat een van de meest vervuilende sectoren eigenlijk was van het land, heeft zij mede helpen verduurzamen. Een andere noviteit in uw programma is dat u wilt gaan werken met een meetlat. U wilt Kamerleden en uw eigen Kamerleden ook langs een meetlat gaan leggen. Ja. Wat is daarvan de bedoeling? Nou ja, het is zo dat je de medewerkers ook natuurlijk op een objectieve manier beoordeelt. En als Kamerleden werken vaak heel hard. Dat is iets wat burgers vaak niet zien, omdat ze die mensen niet voor de tv of in de krant zien. En dat is dan vaak de lijsttrekker die zichtbaar is en die het partijprogramma verdedigt. En ook als er iets gebeurt in het land, dan moet altijd de woordvoerder zijn dossier afstaan aan de lijsttrekker. En die gaat er dan mee in debat. En juist de werkpaarden zou ik zo heel graag zichtbaar willen maken. Dat echt de echte volksvertegenwoordigers die er heel hard voor werken, dat je dat eigenlijk op het schild hijst. Hoeveel stemmen heeft u ongeveer nodig om een zetel te behalen? Ja, dat is afhankelijk van de kiesdeler. Dus hoeveel mensen er gaan stemmen en dat dan gedeeld door het aantal kamerzetels. Vorige keer was dat ongeveer 75.000 stemmen voor 1 zetel. Wellicht dat de opkomst deze keer wat lager is en dat je wat minder stemmen nodig hebt voor 1 zetel. Maar het zal daar wel ongeveer rond de 70.000 stemmen. Stel nou dat u dat net niet haalt.
Wat zou, en het zou kunnen dat u die stemmen mocht weggeven. Ja. Zou dat nou naar de Partij van de Dieren gaan of naar Henk Krol? Oh jee. Als ik echt moet kiezen tussen die twee, ja, dan wordt het Partij voor de Dieren. Kijk, ik ben natuurlijk 15 jaar trouw geweest aan de Partij voor de Dieren. Ik heb geen nieuwe dierenpartij opgericht of zo. Ik ben een hele brede middenpartij. Maar ja, daar kom je toch vandaan. De laatste vraag. Wat is nou het thema waar het nieuwe kabinet straks echt hard aan moet gaan werken? Het herstel van de rechtsstaat. En dat zag je ook bij de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Dat al die checks en balances in de rechtsstaat eigenlijk verdwenen zijn. En dat burgers vrij eenvoudig vermorseld kunnen worden in het overheidsbeleid. En een wetgeving die toch niet goed overdacht is. Hoe dat, wat voor impact dat heeft op gewone mensen. Dus ik vind dat het heel belangrijk is dat de nieuwe regering en ook de nieuwe Kamerleden doorgaan met diepgravend onderzoek te doen. Van hoe kunnen we al die logge instituties nou zo omvormen dat de burger weer op de eerste plaats komt en dat het ook de overheid werkt vanuit vertrouwen in de burger.